Er staan drie raadsvoorstellen ter bespreking op de agenda. En we beginnen uiteraard met C2.1 raadsvoorstel principeverzoek huisvesting buitenlandse werknemers Graanmarkt 3 in Zwaagdijk-Oost. Met een principeverzoek kan een aanvrager het gemeentebestuur van Medemblik vragen of het mee wil werken aan de plannen van de aanvrager. In dit geval wil de aanvrager 112 arbeidsmigranten huisvesten in een kantorengebouw aan de Graanmarkt 3. De raad wordt gevraagd of hij een positief standpunt in wil nemen over dit plan. En welke fracties mag ik in eerste termijn het woord geven? D66, gemeentebelangen, PWF, Partij van de Arbeid, PW 2010, BAM en GroenLinks. ChristenUnie en de VVD. Meneer De Vries. Meneer Mos, D66 is de termijn. Dank u wel, voorzitter. In 2015 heeft de gemeenteraad een initiatiefvoorstel aangenomen van de heer Kuipers. Mede ingediend door D66, CDA en gemeentebelangen. En daarop is het bestaande beleid gebaseerd en is onder andere de mogelijkheid voor grootschaliger huisvesting van arbeidsmigranten geregeld. Sindsdien is het richting de gemeenteraad qua voorstellen, grootschalige voorstellen, lang stilgebleven, uitgezonderd wat moppers van de commissaris van de Koning die vond dat de raden te weinig deden. Nou, wij voelden ons niet aangesproken, want 3 jaar lang heeft ons geen enkel voorstel voor grootschalige huisvesting bereikt als raad. Wat werd aangevraagd, dat sneuvelde al in eerder stadium. Bijna iedereen vindt dat arbeidsmigranten recht hebben op goede huisvesting. Maar elk plan dat wordt ingediend, dat blijkt weer omstreden, waar het ook is. En het verschijnsel not in my backyard, dat komt op. De afgelopen tijd hebben ons wel een paar voorstellen bereikt. En ook die ontkomen niet aan een stevige discussie. Vandaag het plan voor de Graanmarkt 3. Binnen het beleid zou dit in principe mogelijk zijn. Beleid zoals we dat hebben vastgesteld. Maar de vraag is of wij al aan een inhoudelijke beoordeling van dit voorstel toe zijn. Het plan is nogal omstreden. En dan kan het natuurlijk altijd. Maar belangrijker is, er zijn behoorlijk forse twijfels over hoe in het voortraject de ondernemers van het WFO-terrein bij de zaak zijn betrokken en bij de dorpsraad speelt een vergelijkbaar probleem. Als we nu een besluit zouden nemen, dan is het één van de twee. Of we keuren nu een plan af dat in de huisvesting van meer dan 100 werknemers zou kunnen voorzien. Misschien een gemiste kans, of we stemmen in en dan ontstaat er forse schade aan verhoudingen tussen gemeente en dorpsraad en tussen gemeente en WFO. Dat moeten we niet willen, want dan zijn er alleen maar verliezers en daar hebben we allemaal heel lang last van. Wij zouden het in deze omstandigheden de beste weg vinden om de raad van 26 april voor te stellen het punt van de agenda af te voeren. De wethouder kan dan de komende tijd het nodige overleg voeren en vervolgens afwegen wat hem te doen staat. En ik zou graag de mening van de andere fracties hierover willen hebben. Dank u wel. Mevrouw Malzander, GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben moeite met dit voorstel en wel om de volgende redenen. In het raadsvoorstel staat dat het voorstel past binnen de nadere regels huisvesting van arbeidsmigranten in leegstaande gebouwen en nieuwbouw bij kernen. Wij vinden dat het er niet in past. Er is geen rekening gehouden met de spreidingsregel. In ieder geval niet met wat wij daarmee bedoeld hebben. De wethouder rekent dit bedrijventerrein niet tot de kern Zwaagdijk-Oost. Wij hebben daar echt een andere mening over. Het lijkt ons daarom belangrijk dat er tijdens de evaluatie van huisvesting arbeidsmigranten duidelijke begrippenomschrijvingen komen en dat er naar bedoelingen van regels gekeken wordt. En dan het tweede punt. De wethouder stelde dat de nood bij de bedrijven groot is. Er is een grote behoefte aan arbeidsmigranten, stelde hij. Je kunt ook zeggen dat de grenzen van de groei zijn bereikt. Net als met de grootschaligheid in oppervlakte van de bedrijven
kunnen we ons nu ook de vraag stellen, waar stopt dit? Bedrijven liepen eerst tegen landschappelijke en lopen nu tegen sociaal-maatschappelijke grenzen aan. GroenLinks is van de economie van het genoeg en tegen groei om de groei. Dit is ook een van de belangrijkste redenen waarom wij de evaluatie van de huisvesting willen afwachten voordat wij hier een positief besluit over zouden kunnen willen nemen. En daarom vinden wij ook het idee van D66 een goed idee om het in ieder geval uit te stellen tot de volgende raad. Maar oké, dat is wat ons betreft in feite nog te weinig, want wij zouden eerst het allerliefst een evaluatie willen hebben. Dat is het, voorzitter. Dank u wel. Bam, meneer Meester. Ja, meneer de voorzitter. Het probleem is veel groter als die 112 bedjes daar in dat kantoorpand op het WFO. Ten eerste moeten we er nog eens aan moeten denken dat we mensen gaan huisvesten op een bedrijventerrein. Want al die ondernemers worden sowieso dan gehinderd in hun bedrijfsuitvoering. Dus dat moeten we gewoon niet willen. En ten tweede, het probleem is zo groot dat alleen de gemeente Medemblik of alleen de gemeente Noord-Hollands-Kroon het kan oplossen. Het is meer een provinciaal probleem. En dus ik ben het ook helemaal eens met D66 dat we dit ook moeten gaan uitstellen. En dat er eerst kaders gesteld moeten gaan worden hoe we dit allemaal gaan invullen. Want het loopt anders helemaal uit de hand. Dat was het. Dank u wel. PW 2010, meneer Neefjes. Ja, dank u voorzitter. Ook wij hebben ontzettend veel moeite met dit voorstel. En dan niet vanwege het onderwerp, maar hoe hier inhoudelijk mee omgegaan wordt. Niets wijst erop dat het de intentie is van het college om de commissie en raad objectief te informeren. Dit proces is eigenlijk zo ingekleurd dat de raad eigenlijk naar een akkoord gedirigeerd wordt. Ik noem even een aantal punten. Maximaal 2 grootschalige huisvestingsmogelijkheden per kern. Waar WFO ABC 5 maanden terug nog gewoon tot de kern Zwaagdijk-Oost behoorde, heeft de heer Nederpelt nu op eigen gezag het bedrijventerrein afgesplitst van Zwaagdijk, om zodoende ruimte te maken voor meer dan 2 grootschalige mogelijkheden per kern. Gisteren, bij een nagekomen beantwoording op vragen, werd gesteld dat deze omissie al hersteld werd bij de beantwoording op vragen ten tijde van het voorstel bij Paul Jong. Maar dit is nu precies wat de heer Mors van gemeentebelangen bedoelt met gegoochel. Want dit was toen geen antwoord met betrekking tot 2 of meer grootschalige huisvestingsmogelijkheden. Dit was een antwoord op een vraag over spreiding, waarop het college antwoordde dat de woonkern en het bedrijventerrein in verschillende invloedssferen liggen. Dus van het herstellen van een zogenaamde fout was helemaal geen sprake. Ten tweede, de voorwaarde gelijkmatige spreiding over de gemeente Medemblik. Als een dorp als Zwaagdijk met 3% van de inwoners van deze gemeente maar liefst 30% van alle arbeidsmigranten huisvest, durft dit college nog steeds te beweren dat dit binnen het beleid past. Zwaagdijk-Oost is nu eenmaal een concentratiegebied, zegt onze wethouder. Maar dat is nu ook juist de reden dat de raad heeft besloten tot spreiding om concentratiegebieden te voorkomen en als ze er al dreigen te ontstaan, om ze te ontlasten. Dan de derde, de doelstelling van 1000 bedden. Nou, bij de nagekomen antwoorden gisteren werd eindelijk op de valreep erkend dat deze doelstelling al ruimschoots gehaald is. Dan hebben we het over de participatie. De dorpsraad die klaagde terecht dat ze pas op het allerlaatste moment geïnformeerd werd. Trouwens, uit perspectief van de gemeente is dat klagen helemaal niet zo terecht. Want ja, waarom zou je eigenlijk als college een dorpsraad van Zwaagdijk informeren als het bedrijventerrein helemaal niet tot deze kern behoort? Of was het college deze afscheiding alweer vergeten? De ondernemersvereniging WFO werd overigens helemaal niet geïnformeerd. En dat terwijl ze een convenant met de gemeente heeft in zaken vroegtijdig overleg voor wat betreft veranderend beleid op het WFO-terrein. In onze ogen een zeer kwalijke zaak.
Voorzitter, vorige week hadden we een oriënterende behandeling van dit agendapunt, waarbij het vertrouwen in de politiek bij de aanwezige publiek niet direct zou zijn toegenomen. Immers, bijna een uur lang deed de wethouder zijn best om een paar simpele vragen niet te beantwoorden. Het mag duidelijk zijn dat wij niet meegaan met dit voorstel, omdat het simpelweg op vele punten afwijkt van het geldende beleid. Als je, zoals het college, iets wil toestaan wat niet binnen het beleid past, kom er dan gewoon eerlijk voor uit. Zeg als wethouder en college gewoon dat je de belangen van een kleine groep ondernemers die van het gebruik maken van arbeidsmigranten hun verdienmodel gemaakt hebben, veel belangrijker vindt dan de leefbaarheid van een dorpskern zoals Zwaagdijk-Oost. Als laatste opmerking, het huidige beleid staat in 16 van de 17 kernen van Medeblik nog vele mogelijkheden toe voor wat betreft het huisvesten van arbeidsmigranten. Alleen Zwaagdijk-Oost valt niet meer binnen dit beleid, doordat er reeds twee grootschalige mogelijkheden zijn benut en doordat het sowieso procentueel veruit de meeste huisvestingsplekken heeft van de gehele gemeente. Als je dan als college ervoor kiest om deze andere 16 kernen weer te ontzien en Zwaagdijk-Oost weer naar voren te schuiven als huisvestingslocatie, zegt dat veel over de huidige staat van democratisch Medeblik. Dan heb ik nog een paar vragen aan de andere commissieleden. En de eerste gaat over spreiding. Vinden jullie dat er sprake is van een goede spreiding over de gemeente Medeblik? Als er in Zwaagdijk-Oost op elke 3 inwoners 1 arbeidsmigrant gehuisvest wordt, terwijl dit dan voor de rest van Medeblik gemiddeld 1 op 50 inwoners is. En dan heb ik een tweede vraag. Is het u bekend dat de Raad ooit het college gemandateerd heeft om kernen op te delen in deelgebieden, zoals nu een woonkern en een bedrijventerrein, om zodoende per gebied afzonderlijk beleid te voeren? Dat was het eerste termijn. Dank u wel, Partij van de Arbeid, meneer Beuker. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, eigenlijk al naar aanleiding van de oriënterende commissie van vorige week. Ja, en eigenlijk ook wel de laatste raadsvergadering van 28 maart jongstleden. Is voor ons alleen maar duidelijker geworden dat het hoog tijd is voor een goede evaluatie van het huidige beleid en ook een eventuele herijking hiervan. Gezien de vele reacties en de vele vragen aangaande dit principeverzoek Graanmark 3 vragen wij ons zeer af of dit voorstel inderdaad rijp is voor besluitvorming. Het rammelt aan onze kant, wat ons betreft, aan veel kanten. Wat het voorstel betreft van D66 lijkt ons dat zeker interessant om het van de agenda te halen. Mochten we dat niet gaan doen, dan stemmen wij het voorstel tegen. Dan de vraag vanuit PW 2010. Sprake van goede spreiding, om daar meteen maar even op in te haken. Ja, daar heeft u een punt. Als we naar de cijfers kijken, is er inderdaad geen goede spreiding. Of je dat helemaal gaat lukken, daar moet je natuurlijk je vraagtekens bij zetten. Maar uw punt is zeker gemaakt in datgene dat Zwaagdijk op dit moment een oververtegenwoordiging heeft van arbeidsmigranten. En daar moeten we zeker naar gaan kijken. Dus allereerst in de eerste termijn. Dank u wel. PBF, meneer Zeilenbaak. Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, als we het over dit voorstel hebben, wie wil dit behalve degene die er financieel beter van wordt? De arbeidsmigranten hoor ik u al zeggen, want die willen graag goede huisvesting. Nou, ik heb nog nooit een verzoek van deze mensen hier gezien. Laat staan dat ze op de publieke tribune zitten. Trouwens, op deze plek, op dit industrieterrein, wil je zelf niet wonen. Dus waarom arbeidsmigranten wel? Er zullen grote problemen ontstaan met andere bedrijven op dit bedrijventerrein. Zij worden hier beperkt in hun activiteiten, heel duidelijk. Dus dat moet je ook niet willen. Dan vervolgens PW 2010 gaf het duidelijk aan. Wat komt er terecht van de spreiding over de gemeente? Ja, ineens krijgen we het verhaal dat een bedrijventerrein niet bij de kern hoort. Echt voor het eerst gehoord. Gelegenheidsplanologie, heel goed, dank u. Voorzitter, waarom boven de taakstelling van 1000 bedden, wat al die tijd steeds gehanteerd werd, wat zelfs in deze stukken nog steeds staat, want we zaten al op 994 of 997, weet ik precies hoeveel. We weten allemaal, iedereen die hier zit, die weet dat er vele malen meer
dan 1000 bedden bezet worden in de gemeente Meulink dan 1000. Dus tijd voor evaluatie. Ik heb het uitgebreid met de wethouder aan de stok gehad in de oriënterende commissie over die evaluatie. En wat mij betreft nog steeds, die moeten we morgen houden. En niet wachten op wat de omgeving erover zegt, wat de regio erover zegt. Nee, wij willen er eerst zelf wat over zeggen. We willen eerst met elkaar in gesprek van wat moeten we nou doen, welke kant willen we op, willen we op deze manier doorgaan. En het leefklimaat voor heel veel inwoners van onze gemeente gaan verpesten. Of zeggen we, er is een grens bereikt. Mevrouw Monsander had het er ook al over. En daar moeten we het met elkaar over hebben. Voorzitter, planschadeclaims zullen er komen als dit plan doorgaat. En dan, nou ja, inderdaad, wat ik al zei, die evaluatie, die moet op hele korte termijn. En niet alleen maar een evaluatie in zijn algemeenheid als het gaat over, welke kant we wel en niet op moeten. Maar ook een evaluatie over elk plan, apart met de omwonenden, et cetera, wat die ervan vinden. Participatie, we hebben allemaal een mond van vol, maar dan moeten we het ook toepassen. Dan als laatste, voorzitter, we hebben het aan het begin van het aantreden van dit college heb ik de vraag gesteld aan alle wethouders en de burgemeester van wie is de wethouder van geluk. Nou, uiteindelijk waren ze dat allemaal, zeiden ze. Nou, stelt u zichzelf dan de vraag van wie wordt hier in vredesnaam gelukkig van? Ik denk niemand. Dank u wel. Dank u wel. ChristenUnie. Meneer Gort. Ja, dank u, voorzitter. De ChristenUnie die kan zich al vinden in de woorden van D66. Reagerend op PWF, ja, daar heeft u inderdaad een punt. In onze optiek zou de spreiding ook beter kunnen. Dank u wel. VVD, meneer De Vries. Ja, voorzitter, wij hebben de vorige keer goed geluisterd naar de argumenten van de insprekers die er waren. En naar de verdediging van het college. De kritiek van alle belanghebbenden die hier is geweest, die heeft de VVD heel goed begrepen. En de verschillende punten die er worden genoemd, die moeten inderdaad beter worden uitgezocht. Dat vinden wij. Daarom zouden wij het inderdaad een goede zaak vinden, zoals daarnet al door de eerste spreker werd aangekondigd, meneer Mos, dat het voorstel uitgesteld wordt, zodat het beter getoetst kan worden of die ruimtelijke onderbouwing wel klopt, dat we dan pas een goede afweging kunnen maken. Want er zitten toch een paar zaken bij die we beter uitgezocht willen zien. Het beleid, dat moet ook er snel komen. Het is niet zo dat wij daarop moeten wachten, vinden wij, om dit voorstel te beslissen. Maar we moeten die evaluatie snel hebben en vervolgens een beleid. En inderdaad, als de regio op een of andere manier dan voor vertraging zorgt in dit verhaal, omdat we daar misschien niet allemaal op één lijn, of dat de een nog niet klaar is en dat de ander zit te wachten, dan moeten we het gewoon zelf, ons eigen plan, maar trekken. Dat ben ik met de heer Zeilenmaker eens. En gewoon zelf dan de knoop doorhaken voor onszelf. Want anders dan zijn we misschien over een jaar nog niet klaar. En dat moet toch echt wel. Een van de redenen waarom wij dat ook zo belangrijk vinden, is die woningnood in de kernen. De huizen die daar opgekocht worden door uitzendbureaus om mensen in onder te brengen. Dat zijn veel kleinere aantallen dan waar het hier om gaat. Maar het is met elkaar zijn het wel heel wat aantallen huizen. En die huizen die krijgen een oneigenlijke bestemming op die manier. Want daar is logies. En dat die huizen zijn bedoeld voor onze eigen inwoners die daar al veel te lang op moeten wachten. Dus om dat soort zaken te voorkomen, denken wij dat het onderbrengen van de arbeidsmigranten in andere behuizing, want we hebben ze wel nodig is, zonder meer om de druk op die woningmarkt weg te krijgen en de huizen weer voor de mensen vrij te houden die, waar ze eigenlijk voor bedoeld zijn. Of dan huisvesting op bedrijventerreinen, of dat de oplossing is. Dat moet in het nieuwe beleid, moet dat inderdaad zeggen. Een nieuw beleid met nieuwe uitgangspunten. Wie weet heel nieuwe oplossingen. Er zal in ieder geval iets moeten gebeuren. En de overweging mensen op een bedrijventerrein wonen, dat is niet altijd een punt waar het wat heel zwaar weegt. Zoals bijvoorbeeld bij Paul Jong was dat niet het geval. Maar ik denk dat dat ook het verschil is, omdat daar zijn eigen mensen zijn die daar gehuisvest worden.
En daar is nou ja bijna iedereen het wel over eens dat prima kan. Hier is dat niet zo. Het gaat hier niet om eigen mensen. Het gaat hier gewoon om het uitbaten van een ruimte ten behoeve van logies. Dat gevoelsmatig daar ook anders tegenaan gekeken wordt, ook door de andere bedrijven daar, dat is heel best te begrijpen. Het is natuurlijk de vraag of dat voor de gemeente zo'n verschil ook juridisch hard te maken valt. Dat is een tweede. Je kunt wel zeggen, doe dat maar zo, maar dat moet ook allemaal kunnen. Nou, dat is ook weer iets wat uitgezocht moet worden, ook voor dat nieuwe beleid. Wij willen in ieder geval zonder meer aanhaken bij het voorstel van D66, net zoals anderen dat ook gedaan hebben. Stel dit uit, niet in de raad van 25 april. Gemeentebelangen, meneer Mos. Dank u wel, voorzitter. Ik zie dat de VVD aardig wat stappen terugmaakt naar de vorige discussie. En ik zal in mijn betoog de vragen van... Stappen gezet, hoor. Nou, verstandige dingen komen. Heren, wij interroperen. Ja, nee, maar dan moet er één de wijste zijn. Ja, niet de wijze. Gewoon, gaat u door. En ik zal impliciet in mijn voorbereide woordje de vragen van de heer Neefjes en van meneer Mos van D66 impliciet beantwoorden. Ik had mijn woordje geschreven van 2 minuten, voorzitter. En toen kwam het er toch, zag ik plotseling iets. Ik denk, dat moet er even voor. Want het college had de vraag beantwoord vanuit de commissie. En ik denk dat ik met die beantwoording toch iets moet. Ik constateer eerst dat over dat woord kern, in de kern, buiten de kern, bij de kern. Er staat gewoon in de stukken per kern. En dat betekent een onopgedeelde kern. Dan... Het belangrijkste vind ik dat u in het antwoord, het college, dank voor het antwoord trouwens, heel bijzonder doet hoor. Dan gaat het over het maximum van 2 verzoeken voor de huisvesting boven 50 plaatsen is gerealiseerd in die kern. En dan zegt het college, deze conclusie klopt niet. Ze schrijft het zelf op in een quickscan en dan gaat ze nu zeggen, de conclusie klopt niet. Nou, ik ben benieuwd naar de volgende zin. Het college heeft deze omissie, haar eigen omissie, bij de beantwoording van de vraag in de raad van 6 december 2018 over dit bouwplan hersteld. Toen ging ik natuurlijk zoeken. En wat vind ik daar? Er waren helemaal geen vragen in de raad. Dat waren gewoon commissievragen. En die lagen ergens in de stukken verdiept. En nog erger, die omissie herstel je niet op die manier. Als wij iets herstellen, doen we dat met een amendement in de raad. Het raadsvoorstel is exact hetzelfde gebleven. Dus de tekst, die telt gewoon zoals het in het raadsvoorstel staat. Het maximum van 2 kernen is bereikt. Ik vind dat het college hier trouwkundig weer de plank mislaat. Dan op 6 december staat er heel interessant in de stukken. Want je leest het op slot allemaal. Logies is tijdelijk verblijf. En wel, in dit voorstel praten we over huisvesting is permanent. Ik vind het wel een leuke opmerkingen. Mijn woordje. Er zit enige dubbeling in, maar dat gaat het rapst. Het college geeft me dit voorstel een verkeerd beeld. Immers, u meldt dat het past in het door de gemeenteraad vastgestelde beleid. Ook maakt u nog een bijzondere move. In november 2018 meldt het college dat het maximum verzoeken voor boven de huisvesting boven de 50 in de kern Zwaardijk Oost is bereikt. Bij voorliggend verzoek meldt het college, dit verzoek past binnen het beleid. Met de nieuwe, compleet verrassende zin dat het bedrijventerreinen niet gerekend worden tot de kern. Een taalkundige truc, zoals ik reeds eerder meldde. Best college, meld dan openlijk in je raadsvoorstel, wat hier nu ligt, dat je een raadsbeleidswijziging toepast. Dit vind ik een vorm van misleiding. Gemeentebelangen blijft hameren op een spoedige evaluatie en nieuw beleid huisvesting arbeidsmigranten, zoals reeds toegezegd, einde 2017. Zo doorgaan betekent met incidenteel beleid reeds de precedenten neerleggen voor structureel nog te vormen beleid. Gaan we dat doen met deze handigheidjes en heibel? Blijft ons raadsbeleid van spreiding huisvesting arbeidsmigranten in de gemeente zo nog in beeld? De wethouder spreekt in tegenstelling tot het raadsbesluit, die gaat over spreiding in 2015, spreekt de wethouder in de vorige commissie over concentratiegebieden realiseren.
Maken we zo een aanzet tot welke logiesaantallen dan ook op het bedrijventerrein? Vermeldenswaardig is ook dat de bewoners van de woon-werkeenheden in Zwartwijk-Oost zeer naast de buren hebben, binnen werkelijk steenworp afstand, dat is een term die het college wel meer gebruikt, die in de ogen van het college in de kern van Zwartwijk wonen, doch zij niet. Tips: structureel verder denken, zoals u gemeentebelangen kent. Gemeentebelangen en alle raadsleden kennen de situatie van de Tuinstraat tussen Houwert en Zwartwijk-Oost. Geen problemen in het verleden. Er zijn hier nu ook initiatieven, goede plannen. Dit kan een aanzet zijn tot werkelijke ruimtelijke ordening. Een aangemelde grote locatie aan de A7 is in behandeling, doch past niet in het huidige beleidskader, meldt het college. Graanmarkt 3 past feitelijk ook niet in het huidige beleidskader. Afrondend, hoe gaan we verder? Gemeentebelangen ziet uit naar hamert op evaluatie en nieuw beleid. Het is aan het college om zeer spoedig met structurele voorstellen te komen. Dus komen tot een evaluatie en vastgesteld beleid. Wat wil onze gemeenteraad, moeten we dan uitspreken? Resumerend kort in één regel, gemeentebelangen kan zich zo niet vinden in het voorstel dat nu ter tafel ligt. Dan een reactie naar meneer Mors van D66. Dat uitstel, wat zijn de argumenten, de betreden paden die soelaas kunnen bieden voor uitstel? Er is toch eens ingesproken door het parkmanagement, door de dorpsraad. Er is toch overleg deze week met de OFM. Wees, als er een motie komt om het eraf te halen van de raad straks, wees dan duidelijk in een dergelijke motie. Van de agenda halen moet tot nieuwe inzichten kunnen leiden. Dank u wel. Dank u wel. Dat was de eerste termijn. Wij gaan over naar de tweede termijn en ik wil beginnen bij de heer Mos. U heeft al een aantal, nog niet iedereen heeft overigens gereageerd op uw voorstel, maar u mag nu de tweede termijn. Dank u wel, voorzitter. In eerste instantie moet ik zeggen dat mijn woorden niet door iedereen goed geïnterpreteerd zijn. Mevrouw Manshande heeft gezegd van, uitstel naar de volgende raad. Dat heb ik niet gezegd. Ik denk dat ook niet kan, gelet op termijn al niet. Er zal in ieder geval eerst het nodige overleg met de dorpsraad, met de ondernemers van WFO moeten worden gehouden. En vervolgens moet de zaak, denk ik, in dit gebouw nog eens goed worden bekeken. En dan moet de wethouder zien wat op te doen staat. Dus dat gaat meer tijd kosten. Meneer Meester van Bam heeft gezegd, wachten tot de kaders. Dat heb ik ook niet bedoeld. Dat zou kunnen, dat elkaar inhaalt, elkaar passeert. Misschien zou het op zich niet zo gek zijn, maar nieuwe kaders hebben we voorlopig niet. PW 2010 heeft gezegd, heeft de vraag gesteld, is er een goede spreiding? Nou, die spreiding is natuurlijk niet ideaal, maar als u kunt zorgen dat er hier wat meer aanvragen uit Lambertschagen of uit Midwoud of zo komen, prima. Maar het college kan niet sturen op aanvragen. Die aanvragen komen binnen. Die aanvragen komen vooral binnen vanuit, zeg maar, de gebieden waar het meeste werk zit. Dat is ook logisch. Wij zijn op zich helemaal niet tegen andere gebieden, maar daar moeten wel aanvragen voor komen. Interruptie. Ja, maar de heer Neefjes. Dat is toch gewoon ruimtelijke ordening. Wij hebben ons beleid en dat beleid staat spreiding voor. Net zo goed dat we bestemmingsplannen hebben en bedrijventerreinen. Als er nou allemaal aanvragen komen van bedrijven buiten het bedrijventerrein, zeggen we toch ook niet. Dat moet dan maar, want ze vragen nu eenmaal daaraan. Ruimtelijke ordening is juist het sturen op aanvragen. Het heeft zelf geen zin om iets aan te vragen waarvan je van tevoren kan weten dat het niet mogelijk is. En als dat dan niet mogelijk is, nou, dan moet je inderdaad ergens anders een aanvraag doen. Zo werkt dat nu eenmaal. Dat hadden we net met ronde tafel gesprek ook. Ja, als er geen bouwvlak is, dan kan je hoog en laag springen. Maar dan mag je er gewoon niet bouwen. Goed, simpel is dat. Ik denk dat uw reactie duidelijk is. Meneer Mos, gaat u. Gemeentebelangen, die ziet het uitstel nog niet zo zitten. Die zegt, wat wil je er dan mee? Nou, heb ik net in het kort al gezegd. Goed overleg met de ondernemers van het WFO. Van de week hebben we overleg gehad met de ondernemersfederatie. Het blijkt dat deze mensen zich niet goed gehoord voelen. En ik denk dat ze een punt hebben. Goed overleg met de dorpsraad. Een duidelijkheid over dat verhaal van wat behoort nou wel en niet precies tot de kern. Want dat springt hier ook maar heen en weer. Daar moeten we duidelijkheid over hebben.
Als de feiten duidelijk zijn, als er goed overlegd is, dan kan de wethouder kijken. Kom ik hiermee terug of kom ik niet mee interruptie. Terug? Voorzitter, een interruptie. Ik bedoel, dat verhaal is leuk bedacht, maar dat is toch gewoon evalueren? Of is dat een raar woord? We moeten toch gewoon evalueren? We gaan nu toch niet per plannetje met Jan en allemaal van alles bespreken om dit plan door kosten wat kost door te zetten. Nee, we moeten gewoon alles evalueren. Wat zijn onze regels voor de toekomst? Houden we vast aan die spreiding? Houden we niet vast aan die spreiding? Houden we vast aan 1000 bedden of 3000 bedden? Al dat soort zaken moeten boven tafel komen. U moet mij niet in de mond leggen dat ik kost wat kost dit plan wil doorzetten. Dat heb ik geen enkel moment gezegd. Dit plan ligt er nu. Er is niet goed over overlegd. En dan kan ik wel zeggen, ja, de evaluatie. Ik denk dat dit nog een keer goed bekeken moet worden. En misschien zien we het wel helemaal niet terug als dat het resultaat is. Dat zou kunnen. Maar ja, we kunnen ook wachten tot na de evaluatie. Maar dat is een ander voorstel. Ja, dat, als u dat in wil dienen, moet u dat doen. Misschien krijgt u er ook een meerderheid voor. Goed. Ja, dat was het eigenlijk. Ja, nee, ik... Voorzitter, mag ik nog even een vraag stellen aan de heer Moos? Ik had net gevraagd... Of de partijen bekend is of het college gemandateerd is om kernen op te splitsen. Want het lijkt mij toch dat de raad als hoogste orgaan... U stelt die vraag, nee, maar u hoeft hem niet in te vullen voor meneer Mos. U stelt de vraag en meneer Mos geeft antwoord. En misschien geeft u een ander antwoord dan u verwacht. Maar dat weet ik niet. Nee, als u maar antwoord geeft, inderdaad. Wat is de vraag aan mij? Moet ik antwoorden of het college gemandateerd is om kernen in te vullen? Nou, de raad is het hoogste orgaan, dus die gaat over de ruimtelijke ordening. Nu komt het college dus met het opsplitsen van kernen. Nou vraag ik mij af, heeft de raad daar het college ooit toe gemandateerd? Dat is dus allemaal erg onduidelijk hoe dat in dit geval precies uitwerkt. En daar wil ik onomstotelijke duidelijkheid over, of voor als je hier verder iets over kan zeggen. Behoort dit tot de kern of niet? Het zijn ook, denk ik, twee verschillende bestemmingsplannen. Dus ik heb niet het idee dat mensen die daar zitten, het idee dat ze in een dorpskern wonen. Maar goed, blijf de vraag open. Ja. GroenLinks, mevrouw Malzander in tweede termijn. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik even ingaan op wat D66 zei, op hoe ik gereageerd had op hun voorstel. U heeft inderdaad gezegd dat ik gezegd heb naar de volgende raad. Dat klopt inderdaad. Maar gehoord hebben de andere mensen, lijkt het ons eigenlijk het allerbeste om inderdaad maar uit te stellen tot na die evaluatie. Maar dat had ik op dat moment nog niet even scherp, maar dat wil ik wel even hierbij gezegd. En dan het volgende. Ik vind het echt een goede ontwikkeling dat heel veel partijen nu hameren op die evaluatie. Maar wij vinden, als we gaan evalueren, dan moeten we dat niet alleen maar over die huisvesting hebben. En dan moeten we het niet alleen maar hebben over de sociaal-maatschappelijke problematiek. Maar dan zullen we het ook moeten hebben over hoe we met de economie omgaan. We hebben de laatste jaar, twee jaar, nemen we regelmatig het woord circulaire economie in ons hoofd. En ik denk ook dat we ook zo moeten gaan kijken als we het over huisvesting van arbeidsmigranten hebben. En dat kan heel concreet door niet meer de groei van de bedrijven als uitgangspunt te nemen, als we de evaluatie van de huisvesting gaan evalueren. Dat wil ik u hierbij meegeven. En ik vind het ook een heel goed punt wat BWF zei, van we moeten participatie, moeten we dat gaan doen als we het over die evaluatie hebben. En we moeten niet weer grote rapporten gaan doen als het om die evaluatie gaat. We moeten gewoon met elkaar om tafel, benen op tafel desnoods, wat we alles eerder gedaan hebben met de vorige wethouder Casper Gutte, kan ik me nog even... Ja, ik snap uw betoog en ik snap ook dat u dat heel graag te bedden wil brengen, maar ik wil toch graag terug naar dit raadsvoorstel, hoe we de evaluatie gaan vormgeven. Dat doen we op het moment dat we die evaluatie plannen. Oké, maar dan heb ik nog één opmerking en dat is naar de VVD toe. Ik heb respect voor de VVD dat ze nu toch genuanceerder naar dit onderwerp kijken. Want tot nu toe was onze ervaring dat u echt het alleen maar vanuit het perspectief van de ondernemer bekeek. Maar ik zie nu ook dat u het echt
duidelijker ook in een breder perspectief plaatst. Het kan zijn dat ik dat beeld verkeerd heb, maar zo heb ik het nu even opgevat. Dus ik ben daar blij mee dat u zo anders bent gaan denken, om het zo maar even te zeggen. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Bam, meneer Meester. Tweede termijn. Ja, meneer de voorzitter. Afgelopen dinsdag bij de ondernemingsvereniging hebben we een hele mooie presentatie gehad over de vraag naar woonruimte in heel Noord-Holland. En uit diverse bronnen blijkt toch gewoon dat we gewoon 10.000 bedden moeten er komen om al die arbeidsmigranten te kunnen huisvesten. Alleen al bijvoorbeeld Google, Amazon, Microsoft, die hebben straks al 2500 bedden nodig voor mensen die daar werken. Dus het probleem is echt gigantisch groot. En we moeten echt met elkaar weer om tafel om er echt duidelijke regelgeving over te gaan maken. En niet kleinschalig op een bedrijventerrein pandjes die leeg staan toevallig proberen in te vullen met een paar bedjes waar de uitzendbureaus de migranten gaan huisvesten voor 3 maanden. Want ze worden steeds gerouleerd om diverse redenen. En dat moeten we allemaal niet willen. En ook voor de arbeidsmigranten zelf niet. Die wakker belaten. Dank u wel. PW 2010, meneer Neefjes. Tweede termijn. Ja, dank u, voorzitter. Nou, uitstel heeft volgens ons niet zo gek veel zin. Ten eerste is het slechts een principeverzoek. Dus afstel klinkt al een stuk beter. En dan kunnen we gewoon eerst evalueren. En dan nieuw beleid of nieuwe aanvragen toetsen aan nieuw beleid. Het heeft ook helemaal geen zin om verder te praten met de dorpsraad en de ondernemers van het WFO. Want die hebben gewoon inhoudelijk al hun zegje gedaan vorige week. Dus daar zal weinig aan veranderen. Ik hoorde de heer De Vries van de VVD zeggen, of die had het over die uitzendbureaus die woningen opkopen in de kernen om migranten daar te huisvesten. Wat feitelijk oneigenlijk gebruik is. Nou, dat vinden wij al jaren dat het oneigenlijk gebruik is. En daar kan de gemeente op een hele simpele manier wat aan doen. Namelijk om geen omzettingsvergunningen meer te verlenen. Ik wil graag met meneer De Vries een motie indienen om het college opdracht te geven om binnen de kernen geen omzettingsvergunningen meer te verlenen. Dus dat is het in de tweede termijn. Dank u wel. Partij van de Arbeid, meneer Beuker, tweede termijn. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, dat is het nodig al gezegd, dus ik hou het kort. Wat betreft het voorstel van deze 60 om het van de agenda te halen, althans zo heb ik hem geïnterpreteerd, om het, nou ja, wat dat betreft dan terug te laten komen na de zomer. Want de wethouder heeft toegezegd dat we dan ook de evaluatie tegemoet kunnen zien. En dat zou voor ons betreft een logisch gevolg kunnen zijn om dan dit op basis van de evaluatie eventueel weer voor te doen laten komen. En mocht dat eerder zijn, dan lijkt ons dat geen gewenste situatie. Dus tot zover. Dank u wel. PWF, meneer Zeilenmaker, tweede termijn. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst op de reactie van D66, mocht het nog niet duidelijk zijn in hoe ik eerder al gereageerd heb. Ik voel niks voor dat uitstel, want ik denk dat we hier gewoon een besluit over moeten nemen en dat we vervolgens eerst echt moeten evalueren. En nogmaals, dat had wat ons betreft al lang al moeten gebeuren. En dat kan nog steeds op hele korte termijn wat ons betreft. Dan vervolgens hebben we het natuurlijk, de heer Meester die zegt van ja, maar er is enorme vraag naar zoveel woningen, dit en dat. Ja, er is vraag naar. Als wij doorgaan, mevrouw Monsander zei het, met het economisch beleid in Nederland zoals we op dit moment bezig zijn. Maar is dat wat we met elkaar willen? Dat zullen we ook moeten evalueren. Want nu is het, er is ontzettend veel vraag, dat begrijpen wij ook. Maar door wie zijn wij eigenlijk gekozen in deze raad? Als u vanavond aan een bord thuis nog even zit, dat u zegt, nou, ik laat die hele vergadering, gezellige vergadering, nog eens de revue passeren. Denk dan eens na door wie je gekozen bent en waarvoor je hier zit. Dat is de leefbaarheid, het woongenot, het geluk van de mensen uit onze gemeente. En dat moet hierin wel een rol spelen. Meester, bij interruptie. Ja, maar dat is ook het probleem. Ik bedoel, we zitten wel vanzelf voor de burgers. Maar als bijvoorbeeld een naburige gemeente 3 gigagrote bedrijven in huis haalt, waar wij niks aan kunnen doen.
ja, dan hebben we wel de lasten ervan. Want die mensen moeten toch wonen en die gaan er zelf niet alleen. In Hollands Kroon gaan ze een huisje zoeken. Die gaan we weer gaan weer, nee. Ik wil weer terug naar Graanmarkt 3. Roerend met de wijns, die wonen liever in Medemblik dan in Middenmeer of in Krijleroord. Ik wil weer graag terug naar het agendapunt. Ja, voorzitter, nou ja, dat is eigenlijk alles wat ik hierover wil zitten. Dat we voor die mensen, voor die inwoners hier zitten. En dat we die zaken dus wel mee moeten nemen in die evaluatie die we gaan doen. En dat het niet alleen maar gaat over op welke plek, hoe groot en dat soort zaken. Dank u wel. Graanmarkt 3. Meneer Commandeur, CDA, tweede termijn. Dank u wel, voorzitter. Wij sluiten ons aan met de woorden van de heer Mors van D66... Wij zouden ook graag zien dat de betrokken partijen nogmaals in gesprek gaan over dit voorstel. Verschillende betrokken partijen hebben aangegeven niet bij voorbaat tegen dit voorstel te zijn. Maar wel nog met een aantal vragen te zitten of ze hebben aangegeven dat ze niet op tijd of niet gehoord zijn. Wij staan ook niet bij voorbaat negatief tegenover dit voorstel, maar wij willen wel dat er recht wordt gedaan aan alle belanghebbenden. Wat ons betreft hoeft dit agendapunt niet te worden afgevoerd, maar liever uit te stellen tot na de evaluatie in juni. En wij overwegen om hier eventueel een motie voor in te dienen om toch een wat nadere termijn dan daarin te benoemen. Dank u wel. ChristenUnie. Tweede termijn, meneer Gorter. Ja, dank u voorzitter. De ChristenUnie wil ook graag dit agendapunt uitstellen tot na de evaluatie. Dank u wel. VVD in tweede termijn. Ja, dat laatste geldt ook nog steeds voor de VVD, voorzitter. Even ingaande op mevrouw Manshande. Die was verrast en blij verrast over het standpunt van de VVD. Vorige keer hebben wij ons niet erg expliciet over deze hele zaak uitgesproken en heel erg geluisterd naar de verschillende argumenten, omdat wij toen ook al wat twijfels hadden over het voorstel. Wij hebben ons goed in de zaak verdiept en wij komen dus nu tot deze afweging. Ook hier zijn, ja, en dat mevrouw Manshande die prijst ons heel erg en dat vind ik natuurlijk heel plezierig. Maar ja, ook hier spelen natuurlijk weer andere ondernemers een rol die ook zich heel duidelijk over dit plan en tegen dit plan hebben uitgesproken. Maar het gaat niet alleen om hen, het gaat ook inderdaad om breder. Dus wat dat betreft ben ik blij met haar compliment. Daarom vind ik het ook een beetje jammer dat ik er nu gelijk iets tegenin moet zeggen. Want mevrouw Manshande pleit ook over het meenemen van de economie van het genoeg in ons toekomstige beleid. Dat hoeft wat betreft de VVD niet. Wij vinden niet dat... Ja, maar ik wil naar de graanmarkt. We gaan het precies niet hebben over de evaluatie en de mevrouw, seculaire economie. Ja, klopt. Klopt, maar mevrouw... De economie van het genoeg. Ja, precies, maar dat wordt wel geponeerd. Ja, en, maar als daar ik gaan het, we dus verder niet meer op. En als ik het daar niet mee eens ben, dan mag ik daar ook wat tegen inponeren. Jawel, maar dat heeft u nu gedaan en juist. We gaan nu weer naar graanmarkt. Oké, nee, maar dat doen we dus wel zo. Dan is er een semantische discussie af en toe. Over de precieze betekenis van begrippen, over kern en dat soort zaken meer. Ik denk dat het goed is om dat soort dingen in het nieuwe beleid ook zoveel mogelijk uit te sluiten dat dit weer kan gebeuren. Want daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Een woordenspel van is een kern, wat is een kern? Is dat nou een planologisch begrip, hè, zoals sommigen zeggen? Als je dat op de kaart ziet, als je de bebouwde kom bedoelt, zou je misschien denken van wel. Het is goed om daar in ieder geval duidelijk te maken wat je bedoelt met het begrip kern. Meneer Neefjes, samen een motie indienen om geen huisvestingsvergunningen meer te geven. Ik denk dat dit nou typische onderwerpen zijn. Omzettingsvergunning. Hoe u het wil noemen. Omzettingsvergunning. Dat heeft eigenlijk nog een heel andere titel. Maar dat is nou typisch iets om met het nieuwe beleid te zijn de tijd te gaan bekijken hoe we daarmee omgaan met huisvesting in de bebouwde kom. Dat gaan we niet zo even los doen.
Ik denk wel dat er, als je zegt, zijn er te veel mensen in een bepaald dorp, ja, dan moet je ook kijken naar in dit geval twee grote werkgevers daar precies in de buurt zitten. Dat zal dan wellicht de oorzaak daarvan zijn. Maar dat het echt een redelijke verdeling is als je naar andere dorpen kijkt, nou, op het eerste gezicht nee. Maar hoe krijg je wel een redelijke verdeling tot stand over de hele gemeente? Dat kun je niet helemaal sturen. Dat is natuurlijk ook een punt van meneer Mos terecht. Misschien meer bij de bedrijven zelf inderdaad huisvesten, wat wel al het algemeen geaccepteerd wordt, zoals de agrariërs ook doen. Dat is ook een afweging. Nou, dat gaan we allemaal straks in het nieuwe beleid gaan we dat doen. Wat dit punt betreft, inderdaad in de raad afvoeren voor deze raad. En over enige tijd, wie weet dat men elkaar nog in dingen kan vinden. Maar misschien wordt het ook wel ingehaald door de nieuwe ontwikkelingen, want ook opnieuw het verzoek richting college, schiet daar zoveel mogelijk mee op. En dus nou eens eigenstandig, niet op iedereen blijven wachten. Gemeentebelangen, meneer Mos. Dank u wel, voorzitter. De VVD begon over die huizen en de PW 2010 over die omzettingsvergunningen en een mogelijke motie daarover. Het raakt misschien niet direct graanmarkt 3, maar ik wil er wel iets van vinden. Ik vind het allereerst heel erg aardig dat de PW 2010 en de VVD samen tot een motie zouden kunnen komen. Dat gebeurt niet. Dat heb ik niet gezegd. Om dit soort misverstanden te voorkomen, heb ik toch liever dat we weer naar Graanmarkt 3 terugkeren. Ja. En, roept u dit nou, ook het door, werd enigszins gesuggereerd, want de VVD zei, de huizen in de bebouwde kommen, die moet je eigenlijk mijden dat ze goed gebruikt worden. Dus je moet zorgen dat er niet arbeidsmigranten in komen. Zullen we weer naar Graanmarkt 3 gaan, meneer? Nou, maak dit even over. Die arbeidsmigranten niet in die huizen komen. Maar bij gemeentebelangen wordt erover gesproken. 8 in de woning in het Lint is gewoon een economische slag voor iemand die economisch denkt. En Zwaan trekt aan. Zullen we weer naar Graanmarkt 3 gaan, meneer Mos? Ja, maar ik heb het wel even uitgesproken. Dank u wel. Dan wij zullen de motie van D66 om uitstel, dat heb ik in eerste termijn ook gezegd, op inhoud beoordelen. Want het moet wel zinvol zijn. Er moeten nieuwe inzichten bij tot stand kunnen komen. Je moet iets kunnen bereiken, want anders blijven we er maar over praten. En dan krijgen we weer zo'n antwoord van dat het te lang duurt. Dan één reactie nog. Ik ben geen semantische discussie begonnen, hoor. Ik heb gewoon uitgelegd tussen twee soorten tekst hoe die met elkaar rijmen. En ik heb hem niet voor de rest bedacht. Het is volgens mij volledig in tegenspraak wat het college biedt over het opdelen van de kernen met bedrijventerreinen en daarbuiten. Dat is niet semantisch in mijn ogen. En ik ben er met omissies en weet ik het, alles onduidelijkheid. Voorzitter, dat was het. Wij zullen dus de motie van D66 op waarde en tijd, er moet ook een tijdsbepaling in staan, vind ik hoor, beoordelen wat we daarmee kunnen. Nou, als u de motie onder ogen krijgt, kunt u misschien altijd nog aanvullen en dan zal de heer Mos uw fonologische gelijknamigheid. Maar u mag wat wilt u nog in derde termijn? Derde termijn, ja. Nog even reagerend op hoe we het nu precies gaan doen. Ik proef dat er een meerderheid is om het van de agenda af te voeren. Vervolgens gaat de discussie een beetje over hoe we dat dan moeten doen. Ik dacht dat je gewoon aan het begin van de raadsvergadering een voorstel kon doen om iets af te voeren. Het CDA praat over een motie, de gemeentebank praat over een motie. Ik denk dat het goed is dat we de komende week in overleg met de Griffie, want die weet technisch precies hoe je zoiets aan de vork moet prikken, even gaan overleggen wat de beste weg is. En als er iets op papier komt te staan, wat daar dan in komt te staan, dat lijkt me het handigste. Dat we ons daar wel in zouden kunnen vinden. Degene die voor afvoeren zijn. Even een procedurele opmerking. Dank u wel. Nou, ik heb in ieder geval begrepen dat het bespreekstuk wordt voor de raad van 25 april. Ik heb 1 motie van het CDA langs horen komen en 1 amendement van GroenLinks. En ik heb niet iets begrepen dat er bij gemeentebelangen vandaan zou komen. Ik wilde het ludieke voorstel zo voorleggen, maar het lijkt weinig kans te maken, denk ik. Okay. Voorzitter, u noemde GroenLinks, maar ik weet niet waar u het over heeft. U had een amendement over de spreiding aangekondigd. Nee. Niet? Nee.
Nou, daar heeft u niks aangekondigd. Ik heb niks gezegd. Nee, ik begrijp u. Er is dan alleen een motie van het CDA. Dank u wel.